Sjoerd Gelman, ik ben hier met Monica Geuzen. Grapje. Nee, ik klap daarvoor. Ik ben met Annie. Annie. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Anenozeren. Wat is dit? Dit doe jij gewoon. Jij denkt, weet je wat? Laat maar zitten iedereen. Maar het is een sok aan een laar. Nee. Het is kan, één geheel. Dit kan niet. Stijl icoon Anenozeren. Ik heb deze trui gekocht op de markt. 10 euro. Mooi. Ik vond hem vet mooi. I like it. Ja toch? Ja. Dit is Anna. Als je haar niet kent, dat is niet erg. Nee. Want ik ken haar wel en dat is belangrijk. Ja. Ik heb helaas geen paprika's vandaag. Dat is toch wel spijtig, maar aan de andere kant is het niet erg. Want ja, je vond het waarschijnlijk toch niet lekker. Nee, zo vies. Vind je dat echt niet lekker? Middagsmiddag. Haal het echt uit eten. Ook is het de hele tijd alleen maar naar dat scherm. Godver. Zoals jullie weten is het nog steeds Kelsen. Wat betekent dat ik eigenlijk fysiek en mentaal nog steeds aan de tering ben. Want ja, ik maak elke dag deze video. Dat is wel een beetje moeilijk. Maar ja. Waar? Vandaag is het. Het is vandaag 25 december. We moeten vandaag 12, 500. Als we binnen 24 uur 12.500 likes halen, komt er morgen een nieuwe video. Jullie kennen het, lukt het sowieso. Want hey, we got this. 12.500. Vind je dat heftig? Nee. Vind ik te weinig. Wow. Wij hebben ooit een video samen gemaakt. Dat was eigenlijk de eerste keer dat we elkaar echt goed kwamen. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Ja, eigenlijk best wel veel. Met onze relatie? Ja, met onze relatie. Mm-hmm. Moet je iets vertellen? Het zijn gewoon best wel matties geworden, toch? Niet? Ja. Maakt het allemaal heel ongemakkelijk. Heel. Maar op zich zijn we wel chill. Ja, echt chill. Ja, toch? Het is echt leuk. Cover van jezelf. Je ook een cover van mij. Favoriete zo cover. Zo fucking narcistisch zijn wij dus. Bam! Wauw. Wat ga je doen? Ik wil een foto. Oké. Godverdamme. Oké. Fotoshoots tot zover. We gaan vandaag iets hartstikke leuks doen. Namelijk, wij zijn echt van die aandachtsgeile kutmogolen. En dan zijn we heel vaak voor de camera. En dan zeggen we allemaal dingen. En dan kunnen we niet meer herinneren. Want dan hebben we heel veel gezegd. En dan weten we wel. Ja, soms heb je dat toch? Mm-hmm. Soms is het lastig om te herinneren wat je hebt gezegd. Ja. Omdat je soms gewoon in de moment. En dan in één keer zie je iets terug. En denk je, heb ik dat gezegd? Hoezo heb ik dat gezegd? Raar dat ik dat zei eigenlijk. En dat gebeurt dan soms. En dat is niet erg. Kijk, dan ga je weer naar de. Nee, is niet erg. Wat? Ik ben alleen een beetje boos, maar verder is het oké. We gaan vandaag raden of we iets hebben gezegd of niet. Ja. En ik noem het de Never Said I Ever Challenge. Applaus voor die naam. Dat is toch een fantastische naam voor het dus niet te doen. Het bestaat gewoon niet. Ja, misschien bestaat het wel. Maar ik heb. Je wil een hapere woorden uit mijn mond. Ja, dat is niet. Ja, maar ik. Dit is hoe we zijn. Ja, maar ik voel dat gewoon. Ik voel dat gewoon dat je dat dan denkt. En dan denk ik, ja, maar weet je wat het is? Ik heb niet het gevoel dat dit ooit bestaan heeft. En nee. Ik heb het gevoel alsof het een ding kan dus worden. Dus nu kan het een. Dit wordt een ding. Dit wordt Zal een ding. Zal ik dan ook een maken? Doe het. De Never Said I Ever Challenge is geboren. Gaat vandaag geboren worden. Oké, we hebben dus een aantal uitspraken. Hij heeft iemand getypt. Hij heeft zo even gezocht. Oh, wie is dit geweest? Bart. Zeg maar even iets tegen Bart. Yo, Bart. Top gesprek. Mag ik het niet zien? Oh ja, nee. Hè? Ja, hoe doe je dit dan? Zo gaat. Wacht even hoor. Oh, kak, kut. Ah! Oh! Yo, je bent helemaal lijf van een kat. Hey, wil je wel niet zulke surprise attacks? Ja, nee. Ik schrok echt. Ga maar liggen. Ja. Oké, doei. Mag ik kijken of niet? Nee. Okay. Maar bijna. Okay. Wacht. Ik kijk niet. Wacht! Zo, en dan is het dit. Oké. Okay. Oh nee. Oh. Ik weet precies hoe het werkt. We hebben een uitspraak. De eerste uitspraak is voor mij. Wat zijn de spelregels? De spelregels zijn volgens. We krijgen dus een uitspraak. Ja. En dan is. Oké, dus dit is de eerste uitspraak. Zeg Kelvin, het maar. Ik scheitte ooit in mijn broek. Ja, dus dat is dus. En dan moet ik raden of ik het dus ooit dan, gezegd heb als op mail. Als je dit hebt gezegd, ben je en heel open. En je kan niet spellen. Ja, is het scheet? Ja. Het is scheet. Wow. Een rare Nederlands lerares hier ineens. Dus nou is het maar aan mij. Ik raden of jij. Top begin dit. Het is echt omgekend. Damn it. Heerlijk. Nee, we moeten van onszelf toch raden. Ja, we gaan gewoon. Ja. Moet het. Top. Ja. Oké, ik denk. Laten we gewoon allebei gaan raden. Okay? Ja. Überhaupt tellen punten nooit echt, maar alsnog. Ja, maar dit is echt zo'n zin die je sowieso. Dit heb je gezegd. Dit kan je sowieso een keer dit gezegd heb jij hebben. Gezegd. Ik scheid op beeld. Maar scheiden in mijn broek. Scheiden. Ik scheidte in mijn broek. Ja. Ervan. Hoe zeg ik dat? Scheidte in mijn broek. Van. Zo praat ik helemaal niet. Nee. Als ik het zei, dan zei ik het waarschijnlijk Gronings. Maar dat is wel een andere keer. Gronings. Ik denk dat ik het niet heb gezegd. Ik ben niet zo'n Mogol die het woord scheiten gezegd. Ik hoop het niet. Ik weet niet of Bart wel of niet kan spellen. Dat is de vraag. Of hij heeft het expres gedaan, zodat... Precies, dat is het, denk ik. Bart ik denk dat je het hebt gezegd. Bart is wel die slimme guy die dat dan doet. Oké, okay, ik denk dat ik het niet heb gezegd. Ik denk het wel. Godverdomme. Hoezo zei ik ooit, ik scheiten? Scheiten. Scheiten in mijn broek, heb jij gezegd. Ik scheiten. Zeg het! Zeg het! Ik scheiten ooit in mijn broek. Maar je leest daar ook weer iets op. Ja, ik lees gewoon altijd, ik zeg niks meer. Ik lees het gewoon altijd op. Oh. Goed, 1-0 hè? Hey, gefeliciteerd. Hartstikke Dankjewel. Goed van jou. Ik ben echt trots op je. Dankjewel. Ik vind cool. Het zo leuk om te horen. Dankjewel. Nee, thanks. Oké, we gaan door. Oké. Okay. Dit, Anna heeft ooit gezegd. Ben je klaar voor? Ja. Je bent wel nerveus hè? Nee. Ben wel benieuwd. Nee? Ik ben heel benieuwd. Okay. Had ik maar een lange tussen mijn benen voor een dag. Nee, heb ik zeker niet gezegd. Dat heeft Monica volgens mij gezegd.
gezegd een keer. Weet je zeker? Dus jij hebt, elke zin die je ooit gezegd hebt, heb je gewoon onthouden? Nou, ik vermoed van wel. Ik denk niet dat ik dit heb gezegd. Denk jij dat ik dit heb gezegd? Ik zou het wel willen overigens, dat is weer iets anders. Oké, heb je het bij deze gezegd? Nee. Nee, oké. Je hebt het niet gezegd. Nee, ik denk niet dat je dit zegt. Maar ook omdat jij zo overtuigd bent van je eigen antwoord. Nou, misschien ook wel, ik weet het niet. Oké, gaat gewoon zien. Misschien heb ik het al gezegd, maar ik heb Bart het nooit kunnen vinden. Dat kan ook. Oh, oké. Maar tot zover deze illusie. Ja? Je hebt het niet gezegd. Jeetje, wat ben je? Ben je ook een deftige dame? Deftige dame? Zo lekker tussen de lijntjes kleuren. Hoezo? Dat, weet ik wat? Niet. Ik zeg ook maar wat. Nee, wat joh. Zeg jij allemaal? Wat zeg ik allemaal? Fuck joh. Weet je dat echt? Nee, tuurlijk niet. Ik lul gewoon. Want Kelvin, Peter zou willen dat hij mijn kanaal had. Sowieso gezegd. Nee, heb ik nooit gezegd. Dus heb ik sowieso. Nee, dat heb ik sowieso nooit gezegd. Dat zou ik nooit zeggen. Nee, vind ik eigenlijk ook niet echt iets voor jou. Dit zou ik überhaupt al nooit zeggen. Laat staan. Peter, kijk, oké. Okay. Weet je, als zo'n Sjaak hier op de straat. Anna zou willen dat ze mijn kanaal hadden. Ik heb het nooit gezegd. Dat durf ik bijna vergif op in te nemen. Heb je dat hier ook of niet? Ik snap überhaupt die uitspraak niet. Zullen we doen dat degene die verliest één kattenbrokje moet eten? Uit dit bakje wel. Uit dit bakje? Hoe ruikt dit? Oef. Nou ja. Gewoon kattenvoer. Het is actually not that bad. Nee, het ruikt gewoon best wel. Het ruikt gewoon naar een snack. Oké, zullen we dat doen? Oké, deal. Oké. Deal. Je hebt dit. Nooit gezegd. Niet gezegd. Hey. Dus het is, wat is het nu? 2-1 voor jou. Ja, oké. Oké, dan mag ik. Ja. Ik mag voorlezen. Hey. Anna heeft ooit gezegd, ik heb me zo lang angstvallig verzet tegen Snapchat. Ja, heb ik zeker gezegd. Heb ik ja, gezegd. Maar je moet het niet zo hard op zeggen, want daarom weet ik al wat je hebt gezegd. Dus je verwijst het gewoon. Oh ja, maar dit... Je moet even gay, je moet die pokerface houden. Ja, maar die puntentelling klopt niet gewoon. Want waarom moet jij zeg maar... Oké, ik hoef niet te raden. Fuck it. Ja, jij kwam met het hele idee om dan voor elkaar te gaan raden. Nee, laten we dat niet doen. Oké, regel is geschrapt, mensen. Ja, het is 2-1 en ik heb dit gezegd. Dit, oké. Wil je dat niet doen? Ik kwam vind echt ik heel ranzig. Het spijt me echt. Ik vind het echt heel smerig. Kom je in mijn huis, ga je een beetje zo... Oké, je hebt het gezegd! Oh, verrassing! Oh! Oeh, nee. Ik heb me zo lang angstvallig verzet tegen Snapchat. Want je haat Snapchat altijd. Ja, maar ik heb nog steeds niet echt Snapchat. Oh. Ik heb het wel. Maar nee, ik gebruik het ook niet. Ik vind gewoon stories heeft de game overgenomen. Snapchat is achterhaald en kut. Best wel. Ja. Top. Oké, ik ben intiem met je zusje geweest. Wat? Wat de fuck is dit? Nou, dit klinkt wel als iets wat ik zou zeggen tegen Peter voor de grap. Ja? Dit zou ik wel tegen... Ja, want ik ken zijn sessie ook goed. En dan was het meer, dan zou het meer zijn. Ik ga toch dat ik het niet... Nee, ik heb het niet gezegd. Ik denk niet dat ik het... Denk je dat echt? Ja. Hoezo? In wat voor context, denk jij? In een vieze context. Gatsidarrie, zeg. Ja, echt. Oh. Hey, nou, oh, perverse aan het doen. Potverdorie. Eel. Veel van die niet echte scheldwoorden kun je gebruiken. Potverdorie. Eel. Potverdorie. Gatsidarrie. Jeetje. Oh. Oké, ik heb het niet gezegd. Je hebt het gezegd. Ik ben er geen randebiel. Je hebt het gezegd. God! Ik ben intiem met je zusje geweest. Dan heb ik het opgebiecht, maar het is niet waar. Opeens hebben we wel weer tellingen. Het is 4-1. Nee, hoezo kan dit? Ja, oké, maar ik zei het als soort van, maar ik heb het wel gezegd. Je hebt het sowieso gezegd. Die woorden zijn uit je mond gekomen. Oh. Wil je wel even met je poten van mijn laptop afblijven? Ik heb het niet eens aangeraakt. Wel. Niet extreem groot, niet extreem klein. Heel gemiddeld, denk ik. Ja. Ik denk dat ik het heb gezegd. Denk je dat? Zeg het eens hardop. Dan kijken of het klinkt als niet iets... extreem groot, niet extreem klein. Gewoon gemiddeld, denk ik. Ja, ik vind het voelt wel als iets wat ik zou doen. Mimi? Ja, toch? Het klonk gewoon, ja. Ja, het klonk best goed. Kijk, als ik het zou zeggen, zou het raar zijn. Ik denk dat ik het heb gezegd. Ik weet alleen niet, echt niet over wat. Ik heb het gezegd. Dit is te makkelijk, deze game. Niet extreem groot, niet extreem klein, heel gemiddeld, denk ik. Wanneer was het? 2004 of zo? Ja, echt heel lang geleden. Leek gewoon alsof je in de brugklas zat. Het is een hele lange zin, dit. Ik vind het niet heel erg als mijn vriendin, zeg maar, vreemd zou gaan met iemand van hetzelfde geslacht. Wow. Maar het woord zeg maar is wel iets wat ik zeg. Maar, zeg maar zeg je wel, ja. Dat ik vind het ook wel iets wat bijna alle mannen denk zouden zeggen. En, ik sta hier ook wel achter. Echt waar? Ja. Nee, ja. Als je er niet bij mag zijn, sta je erachter. Nou, kijk, weet je. Zij gewoon lekker leuk een avondje heeft en dan komt hey, ze maak het nou niet zo moeilijk. Je maakt het zo moeilijk. Oeh. Ik vind het niet heel erg als mijn vriendin, zeg maar, vreemd zou gaan met iemand van... Ja, kijk, maar weet je, als all the way zou zijn, zou ik wel heftig vinden. Dat zou ik wel erg vinden. Dan zou ik wel even zeggen, yo, beter doe je niet meer. Maar natuurlijk zou ik het minder erg vinden met een man. Maar daar gaat het helemaal niet over. Je wakkert een discussie aan die niet van belang is. Omdat het gaat over of we dit gezegd hebben. Maar er zit toch nog even wat leuke juice erbij. Smeuwige juice. Welkom bij Gossip. Spreading a crazy rumor about me. Oké, ik heb dit gezegd, dat denk ik. Ik denk dat dit iets is wat ik hardop gezegd heb. Nee! Oh! Oh, fout! Nee, want ik
ik heb mezelf. Je kent jezelf. Ik ken mezelf gewoon niet. Maar dus nu heb je wel antwoord gegeven op een vraag die gewoon volledig fictie was. Ja. Het is niet eens, in het universum geweest ooit. Vaak. Ja. Anna, ja. Volgens mij ben ik nog nooit in Groningen geweest. Ja, klopt. Heb ik ook, denk ik. Nou ja, ik ben sorry. Ik zeg het. Nee. Heb ik misschien. Nou, ik weet het niet. Maak het even spannend. Ik heb het serieus denk ik wel gezegd. Want toen was ik ook nog nooit in Groningen geweest. En nu ben ik een paar keer geweest omdat Alex daar woont. Oké, dus zeg geen ja dat je ik dit heb het gezegd. Ja? Ja. Oké, we gaan kijken. Je hebt het gezegd. Oh, volgens mij ben ik nog nooit in Groningen geweest. Hier zit je weer aan je haar. Doe even een keer niet. Ik heb het niet. Ik heb nu niet. Kijk hoe ik eruit zie. Kijk, ik heb geen nek meer, maar ik zit er niet aan. Oh, wat? Lees op. Amsterdam is heel gay vandaag. Normaal is Amsterdam gay, maar vandaag super gay. Ja, ik heb het gezegd. Echt? Maar het was om de gay pride. En het was voor comedy purposes. Want zo ben ik. Grappig. Jij zegt. Ik heb dit gewoon gezegd tijdens de gay pride. Dat weet ik zeker, want dat is grappig. Dit vind ik nou echt grappig. Ja, dat heb ik gezegd. Amsterdam is heel gay vandaag. Normaal is Amsterdam gay. Maar vandaag super gay. Wat ben je daar anders? Ja, dat is ook lang geleden. Oké, dat komt omdat ik jongens met blond haar niet aantrekkelijk vind. Zo. Hey. Sowieso niet gezegd, want het is niet waar. Hi, thanks. Ja. Ik heb dat niet gezegd. Heb ik niet gezegd. Nee? Nee. Weet je zeker? Mm-hmm. Mocht je deze video nou kijken en denken, ik heb de video nog niet gelijk, doe het even, want anders is het morgen een nieuwe video. Dat zou spijtig zijn. Ben je klaar? Ik ben ready. Oké. Okay. Ik weet het even niet meer zeker ook, maar ik denk gewoon niet dat ik het heb gezegd. Vindt Anna blonde jongens niet aantrekkelijk? Nee, wel. Als hen wel aantrekkelijk. Nee, ik heb het denk ik niet gezegd. Oké, je hebt het niet gezegd. Nee. Je hebt het niet gezegd. Yes! Nee. Jij wist het wel. Lekker man. Je bent officiële winnares van deze challenge. Ik eet uit solidariteit met je mee. Oh. Pak even die dingen. Oké. Okay. Heb je dit wel eens gegeten? Ik heb het nog nooit gegeten. Welke wil je? Welke zullen we doen? Zo'n kleine? Wil je een grote? Oh, je bent wel... Hey, Otje, het is niks persoonlijks, hè. Nee. Boeit er niet in. Mensen, like deze video nog even, want als we niet 12.500 likes halen binnen 24 uur, helaas, morgen geen shit. Ja, we gaan. Okay. Mensen, enjoy. Oké, 1. Nou, schapje. I'm not mad at it. Ik vind het wel lekker eigenlijk. Wil je nog meer? Nou. Ik heb een koude bak voor je. Het is echt niet vies. Eet smakelijk. Wil je alles nog even chappen? Nee, maar dit is niet vies. Waarom doet iedereen zo moeilijk altijd over... Ja, dit is niet vies. Was dit het? Is er geen outro? Nee. Oh, doei.